welkom bij U Online. Wat gebeurde er allemaal deze week op sociale media? In dit programma wordt u weer up-to-date gebracht. Bart, jij bent onze social media redacteur. Wat gebeurde er allemaal deze week? Nou, we hebben natuurlijk heel veel aandacht voor de verkiezingen. En om dat harde politieke nieuws een beetje te compenseren, hebben we ook nog hele schattige dierenfilmpjes. Maar we beginnen met, hoe kan het ook anders, de Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst was hoog, maar daar hebben sommige burgemeesters in onze provincie ook alles aan gedaan. Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld. Door middel van een stelfie probeerde hij zoveel mogelijk kiezers naar het stembureau te krijgen. Ja? Naafs hoopt dat de stelfie mensen naar het stembureau lokt. Op een paar uur vliegen van ons vandaan hebben de mensen geen democratie. We hebben dat dus 100 jaar, dus ik vind ook dat we daar iedere keer aandacht voor moeten vragen. Maar de burgemeester houdt het niet alleen bij het maken van een stelfie. Ik vraag dus gewoon aan u van waarom u het belangrijk vindt dat u kunt stemmen. Met zijn eigen smartphone interviewt hij mensen die net gestemd hebben. En die filmpjes zijn op internet terug te zien. Goedemorgen meneer, u heeft net gestemd hier. Mag ik u vragen waarom u gestemd heeft? Het is een plicht. En terwijl burgemeester Naafs druk is met zijn interviews, zijn andere Utrechtse burgemeesters ook al in de stembureaus te vinden. Lucas Bolsjes stemt op het Centraal Station in Amersfoort. Kijk, het is wel een ongelooflijk formulier wat we hem krijgen. In dit zalencentrum in Woerden is Victor Molkenboer van de partij. Ja, daar is hij. En Jan van Zanen stemt op het ROC Midden-Nederland in Utrecht. Ja. Waarom vind jij het belangrijk dat je kan stemmen vandaag? En in Doorn krijgt burgemeester Naafs er maar geen genoeg van. Zo treft hij ook iemand die voor het eerst mocht stemmen. Ja, voelde het zwaar om te gaan stemmen? Nee, niet echt. Nee? Ja, nee. Ja, burgemeester Naafs was er maar druk mee. De hele dag heeft hij live verslag gedaan op sociale media. Ja. Vonden mensen dat wel leuk? Ja, hij vond het vooral zelf heel erg leuk, geloof ik. Als je kijkt naar het resultaat, die stelfies dus, waar hij toe opriep. Nou, hij staat er zelf ook hartstikke vrolijk op iedere keer. Hier, nog een keer. Ook iemand die het in zijn eentje deed. Dus daadwerkelijk gaven mensen ook gehoor aan. Hij was ook op Periscope bezig. Daar interviewde die mensen, zoals je net in het filmpje al zag, die gestemd hadden. En ik vond één filmpje nog wel heel opvallend. Een 98-jarige man uit Driebergen interviewt hij. Het wordt een beetje ongemakkelijk. Oh. En waarom vindt u het belangrijk dat u vandaag kon en mocht stemmen? Ja, ik vind het toch wel belangrijk, want het is wel nodig. En waarom vindt u het nodig? Hoe moet ik dat nou zeggen, hè? U wil niet langs de zijlijn staan? Nee. 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 Ja, het zijn ook wel lastige vragen, hoor, allemaal. Ja, ja, maar ik vond het wel grappig, zo'n oud mannetje dat dan op Periscope te zien is. Ja. Hey, in de stemdag, hoe werd die verder online beleefd door mensen? Ja, nou, heel veel mensen die er iets over twitterden of op Facebook zetten natuurlijk. Iedereen was ermee bezig. Bijvoorbeeld burgemeester Kolf van Veenendaal. Dit is niet de burgemeester. Nee, dit is niet de burgemeester, maar hij heeft wel deze foto gemaakt van dit meisje in zijn gemeente. Met een stembiljet. Ik denk nog niet dat ze mocht stemmen, maar toch. Een andere opvallende tweet van een van onze verslaggevers, Rick Dogger, die maakte een leuk woordgrapje over de hond die iets peilt. Dit is in Amersfoort bij een stemhokje. Grappige foto ook. Er was ook een soort relletje eigenlijk in de gemeente Utrecht. De weggeefwinkel. Die hadden dit briefje op hun deur gezet. Oh ja, ja. Grof gezegd, als je op PVV hebt gestemd, dan ben je vandaag niet meer welkom. Nou, later hebben ze dat ook een beetje ingetrokken en gezegd van het was allemaal niet zo bedoeld. Maar dit werd wel veel gedeeld op sociale media. En daar ging het dus ook over afgelopen woensdag. Ja. Oudewater, die was eigenlijk als laatste met het naar buiten brengen van de uitslagen. Had dat iets te maken met Johan Derksen die daar ook ging stemmen? Of? Nou, misschien wel. Oudewater kwam inderdaad pas donderdag met de officiële uitslag. En Johan Derksen die woont inderdaad in Oudewater. Hij ging ook stemmen woensdag op D66. En dat deed hij samen met Wilfred Gené. Laten we even naar gaan kijken. Je kan nog terug, Johan. Hè? Je kan nog terug. Wat dacht je van het CDA bijvoorbeeld, man? Buma? Of Mark Rutte? Wat hoor ik hier allemaal? Ja, ik ben gewend aan die meneer. Die slaat altijd onzin uit. Lukt het, Johan? Ja. Dat is lastig, helemaal op je op te vouwen. Dat zijn wel lappen, hoor. Nee, ik was er vanochtend ook een half uur mee bezig om hem weer op te vouwen. Maar gewoon met een rode potlood, hè? Oh, nu gaat het gebeuren, kijk. Live op de... Nou, is niet helemaal live, maar... Semi-live. Ik voel me net Erdogan. Ja? Ja, je bent nu net Erdogan inderdaad, ja. Ja? Ja?
Ja, in Oudewater was het dus behoorlijk druk. Ja. Andere provincies of een andere gemeente in onze provincie. Hoe lag de opkomst daar eigenlijk? Ja, de opkomst was best wel hoog. Zo hoog dat op sommige stembureaus zelfs de stembiljetten opraakten. In de Meren gebeurde dat onder meer. In Amersfoort hadden ze ook wel echt moeite met tellen, als in dat lang duurde. Dit Twitterbericht stuurde zij de wereld in. En wat ook een bekend fenomeen werd afgelopen woensdag vanwege die hoge opkomst is de stembusduwer. Mensen die voorwerpen zochten om de biljetten mee aan te duwen. Een verslaggever van ons maakte dit filmpje in Amersfoort. Het gaat behoorlijk hardhandig eraan toe, zoals je ziet, met een omgekeerde bezem. Op een gegeven moment passen die biljetten er gewoon niet meer bij. Maar ik dacht dat er een officiële stembusduwer was, maar die is er dus niet. Nou ja, op Twitter verschenen allemaal van dit soort filmpjes. Dus vandaar die term stembusduwer. Het zijn gewoon omgekeerde bezems. Ja. En het tellen van de stemmen, liep dat allemaal goed overal? Ja, nou, dat was dus ook heel erg druk. Het duurde ook best wel lang. Om 11 uur kwam de eerste gemeente in Utrecht, Renswoude. Die zijn traditioneel altijd heel erg vroeg, omdat het een kleine gemeente is. Ja. Maar op veel andere plekken was het gewoon, duurde het best wel lang. En onze verslaggever Caroline, die was in Loenen bij een stembureau. Daar was het ook erg druk. En ze was daar omdat daar de oudste stemmenteller van de provincie was. Een 94-jarige man. En ze nam het volgende filmpje op. Het uitvouwen van dat formulier is nog niet zo makkelijk. Nee, het is niet zo makkelijk. Oh, er is ook iets gevallen. Oh, u heeft een sponsje meegenomen. En waarom heeft u dat sponsje meegenomen? Dan kun je dat maar makkelijk loskrijgen. Gebruiken die vroeger ook om geld te tellen. En ik zie hier ook de stoel met... Ongeldig. Ongeldig. En daar is al iets op neergelegd. Ja, nou ja, dan gaan we samen even kijken. Kijk, daar is iemand die heeft een aantal hokjes rood gemaakt. Het was ongelooflijk druk. Heel druk. Ja, het resultaat ligt hier op de tafel. Ik woon al zoveel jaren in het dorpje. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat we in de rij stonden. Wat leuk dat die meneer dit doet, toch? Ja, op zo'n leeftijd. Absoluut. Hey, even voor de duidelijkheid, hoe zijn de uitslagen precies bij ons? Nou, landelijk gezien, de VVD won natuurlijk. Dat gebeurde ook in bijna alle gemeenten in Utrecht. Amersfoort bijvoorbeeld. Hier zie je de uitslag. VVD de grootste. Wat ook opvallend is dat Denk hier in de top staat. Top 9. Iemand reageert daarop. Nieuwe partij dus. Roepen sommigen wat weerstand op. Bijna alle gemeenten dus de VVD. Maar ook een paar waar de VVD niet de grootste was. Bijvoorbeeld in Utrecht. Dan zie je hier de uitslag. D66 is daar de grootste. Gevolgd door GroenLinks. Iemand twittert daarover, happy to see Utrecht, as a, in het Engels dus, is such a green, social and progressive city. Mm-hmm. Wijkt dus een beetje af van het landelijke beeld. En ook een andere gemeente waar VVD niet de grootste was, is Bunschoten. Het zijn natuurlijk de christelijke partijen altijd erg groot. ChristenUnie in dit geval de grootste geworden. Ja, en in verder andere plaatsen is dan de VVD altijd de nummer 1? Ja, alleen in Renswoude, daar was het CDA de grootste en verder overal de VVD. Volgende week worden alle nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Het ziet er naar uit dat er maar liefst 16 provinciegenoten in de Tweede Kamer komen. Ja, ik ga in ieder geval wel mijn ontslag bij de commissaris van de Koning aanbieden. Omdat ik ook vind dat het provincie- en provinciaal statenlidmaatschap zoiets moois is. Dan moet je echt iemand hebben die er volledig op focust. En ik vind dat het wel verdient. Utrecht barst echt uit zijn voegen. En dus bereikbaarheid, toegankelijkheid van die stad met openbaar vervoer, maar ook met de fiets of met de auto. Dat is ook nog een heel belangrijk punt. En ik hoop ook dat we daar vanuit Den Haag goede regels voor kunnen bedenken. Doordat je in die omgeving woont, ken je die problemen. Hè? En soms ondervind je ze ook aan de lijve, eerlijk gezegd. Dan zeggen we, focus nog niet compleet op die Randstad. Is natuurlijk een heel belangrijk economisch bolwerk, om zo te zeggen. Maar vergeet niet dat in die regio ook het geld wordt verdiend. Ja, een aantal dus van de provinciegenoten die straks in de Tweede Kamer komen. Mm-hmm. Er zijn er nog een hoop meer. Ja, 16 in totaal, als het allemaal klopt qua zetelverdeling, voor zover nu bekend is. Maar ook inderdaad nog meer dan deze drie dus. Bijvoorbeeld Pia Dijkstra, bekende politica natuurlijk van D66. Ook zij komt er weer bij. Ze twitterde de dag daarna, wat een mooie verkiezingsuitslag. Dank aan alle kiezers en alle aardige, lieve reacties. Een wat nieuwer gezicht is Corinne Ellemeet uit Abcoude. Zij zit bij GroenLinks en zij stuurde deze tweet de wereld in. Het aantal vrouwen in de Kamer gaat terug van 59 naar 50. Slechts 1/3 van de Tweede Kamer is vrouw. Nog heel wat emancipatiewerk te doen. Ja, ja, dat goed, is wel waar. Een van die 50 vrouwen is dus wel mevrouw Ellemeet zelf. En nog een opvallende uit onze provincie vond ik, dat is mevrouw Arissen van de Partij voor de Dieren.
Zij stond vijfde op de lijst van de Partij voor de Dieren. En het was heel lang de vraag of ze 4 of 5 zetels zouden gaan halen. Want er was 1 restzetel. Nou, uiteindelijk wordt het er dus 5 voor de Partij voor de Dieren. Dat betekent dat zij, ze komt het Huis ter Heide, dat zij er ook bij zit. Toch. Nou, dat is leuk nieuws. Verrassend was de uitkomst voor de nieuwe partij, Forum voor Democratie. 2 zetels wisten ze te behalen. Opmerkelijk waren de felicitaties aan de nummer 2 van de lijst, advocaat Theo Hiddema. Hij was de dag na de verkiezingen aan het werk in de rechtbank in Utrecht. De uitslag staat nog niet vast, maar ik wilde u daar maar wel mee feliciteren. Goed, dan gaan we nu met de zitting beginnen. Ja, absoluut. Ik word een allemansvriend. Ja, moet ik erg aan wennen, hoor. Is het goed zo? Hij wil dus ook advocaat blijven en wil het combineren met zijn Kamerlidschap. Dus het wordt erg druk, denk ik. Ja, dat lijkt me ook wel, ja. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Zo begonnen zo'n 2000 scholieren van het Ichters College in Veenendaal hun schooldag dinsdag. Op het plein zongen ze onder begeleiding van muzikanten het volkslied en ook werd de vlag gehezen. Aanleiding is de suggestie van CDA-leider Buma om kinderen weer vertrouwd te maken met het Wilhelmus. Klonk aardig goed. Die tekst zit er gewoon goed in. Geen probleem daar. Ja, nou ja, het CDA kan zo de grootste worden, kennelijk. In Veenendaal zijn ze op voorbereid in ieder geval. Ja. Werd er verder nog gereageerd op Buma's idee? Ja, nou, veel mensen die reageerden op dit filmpje dat ze juist zagen, die vonden het toch een beetje gek om dat zo aan het begin van een schooldag te doen. Bijvoorbeeld deze man die zegt, hoe wil je nationalisme invoeren als het eigenlijk niet bestaat? Hoe wil het iemand geforceerd opleggen? Jasper van Geitenbeek die reageerde op Facebook ook. Die zegt, eng. Sancties voor leerlingen die weigeren. En iemand anders die zegt van ja, als zelfs de topsporters het al niet kunnen, waarom dan wel de middelbare school leren? Ja, nou dat vind ik wel een goeie, want dat staat altijd raar. Hè? Ja. Er zijn altijd een paar spelers tussen zijn die dan hun mond dicht houden. Maar... Ja, bij het Nederlands elftal, ja. Ja, misschien moeten we daar beginnen met het volkslied. Goed idee. Het leek zo'n goed idee. 280 vissen, waaronder 80 goudvissen, uitzetten in de Brouwersgracht in Veenendaal. Maar die goudvissen blijken slecht te zijn voor andere dieren. En dus moet de man die ze heeft uitgezet ze nu allemaal weer uit het water gaan vissen. De kleurige visjes zijn een enorme bedreiging voor de kroeskarper. Niet dat die hier heen en weer zwemmen, maar de eitjes kunnen via een rooster in het open water belanden. En ja, dan krijg je dus kleine oranje kroeskarpertjes. Dat hadden we niet voorzien, wisten we ook niet. En we kunnen nu kijken of er wat mogelijk is om... wat voor dat rooster te doen, zodat het kuiter ook niet door kan. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, dan zullen we de goudvissen eruit moeten halen. Ja, dat lijkt me een lastige klus, al die goudvissen eruit halen. Ja. Voor wanneer moet dit gebeuren? Voor 8 april, geloof ik, dan moet het gebeurd zijn. Okay. En dit nieuws haalde niet alleen de landelijke media, zelfs de BBC schreef erover. Ik vond het zo'n bizarre iets dat je de vissen ingooit en ze weer weg moet halen. En dat vonden ook mensen op social media. Mm-hmm. Sandra die reageerde op Facebook. Zij zegt dat moet toch wel een 1 april grap zijn. Nou, dat blijkt dus echt niet te zijn. En iemand anders valt op dat Veenendaal wel erg veel het nieuws is. Aart twittert, maandag kwam de landelijke pers naar gemeente Veenendaal voor goudvissen. Dinsdag voor het Wilhelmus, wat we zojuist dus zagen. En wie organiseert er morgen iets? Veenendaal is echt het centrum van de wereld. The place to be. Tot slot heb jij nog vrolijk babynieuws, heb ik gehoord. Ja, nou, ik zei al, we gaan positief en leuk eindigen. Babynieuws uit de dierentuin van Amersfoort. Daar is afgelopen week een ezeltje geboren. En de beelden zijn door de dierentuin ook op YouTube gezet. En dat leidde tot een storm aan enthousiaste reacties. Laten we even gaan kijken. Er is weer een ezeltje in ons dierenpark geboren. En de geboorte ging even iets lastiger. Het jong lag wat gedraaid. Dus we hebben dan een kleine assistentie erbij plaats om te laten vinden. Maar het resultaat is dat er een kerngezond jongen al hier is, wat al vandaag lekker met het mooie weer buiten kan zijn. En wij trots zijn dat we weer een nieuwe bewoner rijker zijn. Nou, vrolijk lente nieuws om mee af te sluiten. Heel schattig. Toch? Ja. En daarmee zijn we er doorheen voor deze week. Heb je nog leuke foto's of video's die we kunnen gebruiken? Stuur ze naar ons op. Misschien laten we ze zien in de uitzending. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend verder. Dag. Tot ziens.